Ik zal vragen of, of de lat iets hoger mag, dat hij erin gaat. Nee, maar ja, balen. Ja, ik wil zeggen, afgelopen week al een bal op de lat en nu weer een bal op de lat. Het had de winnende kunnen zijn, hè? Maar ja, hard heb je niks aan. Nee, precies. Nee. Vorige keer ook toevallig met links. Ik denk dat ze allebei op dezelfde plek op de lat kwamen. Dus ja, ietsjes lager mikken. Ja, het is gewoon jammer, hè? Want je kunt daar zo belangrijk zijn voor je team. Terwijl je kon uit de naad werken, zeggen ze dan. Sorry? Terwijl je uit de naad werkt voor je team. Ja, ja, zeker. Ik denk als iedereen gaat, wordt het 1-1. En het publiek erachter, dat was fantastisch. Heb ik nog niet eerder meegemaakt dat het zo leeft. Maar nee, wat je zegt, ik wil graag belangrijk zijn voor het team. Vorige week tegen AZ, ook op de lat, weet je wel. Dus het frustreert wel, maar gelukkig slippen we 1-1 uit het vuur. Ja, en dat na een eerste helft die echt niet goed was van Groningen kant. Ja, nee, niet voldoende, niet voldoende. Te weinig baltempo, te weinig loopacties. In de rust hebben we aangegeven dat we meer opportunistisch wouden gaan spelen. Ik denk vanaf het minuut dat we buiten stonden, dat we volle bak gingen. En ja, dan zie je ook het publiek wat ik net zei. En dat vind ik echt heel mooi. Ja. Ja, maar hoe kan het, dat verschil dan naar de eerste helft en de tweede helft? Ja, dat zijn altijd mooie vragen. Als je daar antwoord op hebt, dan gebeurt het niet. Maar ik heb daar niet direct een antwoord op. En mijn eerste helft, Utrecht had heel veel balbezit. Jullie heel veel balverlies. Stond allemaal stil bij jullie op het middenveld. Helemaal geen beweging, geen lijn. En dan toch kun je het omdraaien. Ja, ik denk ook dat het, wat je zegt, misschien was het een te stil middenveld. Inderdaad, te weinig mensen die lopen. In de rust ook aangegeven. Ik denk ook dat we daar aan de bak mee moeten op de training. Ja, in de tweede helft geniet ik enorm. Volle bak, hoog baltempo. Ik denk dat we de bal ook iets sneller naar Leeds en mij brachten. Waardoor het gevaarlijker werd. Tweede bal oppakken. Ja, dan zie je gewoon dat we heel goed en gepassioneerd kunnen voetballen. Ja, maar dat past ook precies bij het spel van Michael Breij. Ja, ik vind het heerlijk. Wat ik net al zei, ik genoot enorm van het publiek. Ik denk dat de fans, dat we hun kunnen bedanken dat ze zo achter ons staan. Ook al gaat het even op het moment wat minder. Ja, ik vind het fantastisch. Complimenten naar hun toe. En aan de rode kaart. Ja, wij denken te zwaar gestraft. Maar ik weet niet hoe jullie hebben gekeken. Maar wel met je kant om de wedstrijd, denk ik dan. Ja, ik heb het zelf niet gezien. Want ik was binnen. Want ik moest geblesseerd eraf, helaas. Ik heb het zelf niet gezien. Dus ik kan daar geen oordeel over veilen. Maar tegenwoordig met de VAR denk ik dat alles goed in de gaten wordt gehouden. Dus ja, ik denk rood is terecht. Ja. Je moest eraf. Wat was er aan de hand? Ja, ik maakte een sliding. En ik dacht eerst kramp. Want ik heb natuurlijk 3 wedstrijden gespeeld de afgelopen week. En ik voelde me echt super fit. Ik voel me goed. En ik zet die sliding in en ik voel wat in mijn hamstring. En het werd gelijk heel stijf. Dus weer een tegenslag. Maar ja, daar moeten we goed mee omgaan. En kijken wat morgen brengt. En kijken of je zaterdag fit kunt zijn bij Den Haag uit. Ja, mijn eerste gevoel denk ik niet. Maar ja, misschien herstel ik vanavond heel goed. En nou ja, weet je, ik wil gewoon spelen. Ik wil belangrijk worden voor het team. Ik denk dat ik belangrijk ben voor het team op het moment. Ja, dus dit is weer een tegenslag.